op dek. Hier is een groot vis. Hier is een groot vis. Ja. Welkom bij nog een episode van Viskunde. In hierdie episode hengel ons babers span en ons gaan probeer om een paar groot babers op die prop methode as ook een paar karps op die dipping methode te vang. Ons sien julle op die water en kyk ons of ons een paar grootes in die lijn kan kry. Geniet die episode. Hier is een mooi karp die we. Hier was vier daar bij mekaar. Zo'n groot kaart die hoor. Yes. Ja? Totaal op die man. Nee, 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 hij is er niet meer. Ik heb hem opgeteld. Ik heb het Hij trekt me weer. Dat is hij, lekker. Eerste karpie op die dipping methode gevang. Ik heb gezien hulle tail hier so in die vlakwater. Eerst twee gemis en toen hier eenetjie gekry. Mooi karpie. Ik kan gaan nou aanbeweeg. Die babers gaan ook hier wees. Ek weet die karps is heel tyd hier, so ons wil hulle. Is hy, alright, eerste karpie op die dip methode, ons het hulle hier in die vlakwater gesien, voor sy mond gesit, toe vat hy hom, skat hom seker in die omgewing van 3, 3.2, daar kan julle sien die loodkoppie in sy mond, en is hy, ons release hom gauw gauw, en is hy, lekker. Zeg maar. Wel dan. Hey, aan. Aan. Zeg. Eerste balver hier bij. Balver van. Ik denk dat het een vuil lijkt. Lijkt zo.
of hy het homself gerap, ja. Dis wat die babers baie keer doen. Hulle rap hulle self. Ja, dis 'n lelike baber die. Goeie aarde. Hey. Aan hulle. Mes hy. Kyk hoe tyd die karp saar die vlak water. So ons gaan hulle nou eers bietjie teiken en dan weer aangaan tot die babers aan die gang kom. So is my eerste visie op die dip metode. Ja, dit is baie stealthy. Dit is baie moeilik om dit te vang, maar op die einde van die dag is dit net oefening en oefening en nog. So ja, daar is die loontjie. Right, pas met die tweede walwerkie. Weer een kleintje. Release it, okay? No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We light up. To keep your touch in my memory. I try not to regret it. What could have been, should have been, if you would stay with me. When you leave, don't forget to remember, don't forget to remember. Oh,
Weer vast, so met twee gooi in een rij, maar is die kleiner babertjes. Ons om ook sommer net quick release. Ja, sê, lekker babertjes in die laatmiddag, net so voor die son sak, nie die grootste nie, ons sal die groters morgen kry. Ja, jong, pliksam. Jet, hier is een groot vis. Oké, ik ben aan met een baie mooie vis. In die plakwater, het is al donker. Ik weet niet of jullie gaan veel kan zien. Right, dit is zo'n 19 kilo baber lyk. Lekker groot kop aan hom. So gaan we een video doen. Right, nieuwe PB bij Baberspan. Mijn vorige PB was 17.2 ook bij Baberspan. En hierdie aanvang, die is al baie donker in die vlakwater. Karps gejag, popper gegooi, twee keer gepop, bam, vast, 19 kilo's. Lekker man. Ja, dat is hy, 19 kilo baber. Zoom er hier aan, papa. Zoom er hier aan. Dat is even een klinkjes hier. Dat is hy, goeiemorgen julle. Het is weer bykie by Baberspan. Het is nou lekker opgestaan, het is vroeg ochend. Drink een lekker koffiekie. So ja, ek en Jet gaan nou uitgaan. Ons gaan bietjie kyk of ons een paar karpies kan dip. Dan sal ons die babers bietjie later weer soek. So ja, Jet, wat is jou plan? Ja, ek dink ek gaan bietjie meer focus op die karp vandag. Ek sien ek het daarom ingevang gister. So ek sal maar by die karp hou. En dan miskien een popping stok of twee opzet. En dan kyk ons wat gebeur vandag af. Maar ek wil graag een groot baber vang op die popping motore. Maar ons kyk maar wat gebeur. Ja, maar elke dag is een nieuwe dag by die dam. Dit is dieselfde as gister as vandag nie. Maar dis hoe vis van gaan. Ja, nou ja Jet, ons gaan nu definitief op een baber of twee kry vandag. Ons gaan een paar karpies vang. Condities lyk goed. Nou ja, laat ons nie te lang praat hier, laat ons gaan vis vang. Yes. Ek moet ook net by sê, ons gaan nie al die footage neem nie. Ons het nie een charger om al die batterye weer te charge nie. So ons gaan die batterye spaar vir bietjie groter vis. So ja, geniet op. Hak ek nou een kakko. Dat is hy, dit is eerste enekie vir die ochend. Vis is baie starig. Oh, dit is weer een lelike baber. Ok, alright, so hier is die eerste enekie vir die ochend. Ons het so 6 uur uitgekom om een beetje te prop en te kyk of die karps op die bank is. Ons het net 'n uur spandeer gesien die karps nog op die bank nie, so die babers nie in die area nie. Ons het toe uitgegaan en het so 9 uur net maar 9 weer begin hengel. En ja, die vis is maar starig vanoggend. Maar daar is hy, eerst enetjie, nou weer vry dik is.
Chad is aan. Sy eerste ene. Kom tjomme, kom haar trek. Bring hom kant toe. Dis 'n groot vis daai Jet. Dis 'n mooi vis daai Jet. Vir die eerste een, ek lees, ek kan hom. Dis tog 'n groot vis. Kom. Kom, bring hom, bring hom. Yes, tog. Dis 'n massive ding. Bring hom, bring hom. Bring hom eerder tot op die kant. Bring hom. Hey, kom Jet, so fessie. Jo, so mooi baver. Bring hom, trek hom tot op die bank. Bring hom. Ok, bring hom. Ok, wou net. Zijn met pijl. Ja! Oké, zo so, ja, ik heb een beetje gedip voor die kaaps. Toen zie ik Jaco staan met die popping motoren voor die baber. Toen zei ik nee, dat ik een beetje met die popping motoren. Een, twee poppen. En toen zei ik vast met hierdie monsterkie van mijn heel eerste kaap, ach baber, op die popping motoren. Zo so, ja, ik zie een rarig. Baie uit en is lekker 14 kilo's om die ijs te breek vir die dag. Well done. Let's see, fast. Maar een kleintje. Ja. Hier is zeker mijn lelijkste baber wat ik nog ooit gevang het. En dat is voor die algemeen niet baie mooi nie, maar joh. Shame. Dit is een carry barber, maar soos ek sê, hy is misvormd en... Hoe lelik is hy ook? Is hy weer vas? Pak zwart, baba. Dat is weer een mooi vis. Dit is ook aan te vat. En daar van land. Hoe kom jy op, tjo? Kom tjoma, kom op. Jo, dat pak zwart baba. Onderste lig.
Dat is hy, dat is nog een 14 kilo. Pikzwart baber. Die babers van babers het verskriklike groot koppe. Ja, lekker. So nou een paar fotoekies wat. Om weer release. Dat is hy. Weer een mooi vis vir die ochend. Deur een paar jonger vis gewerk. Nog een 14 kilo. So baie zwart baber hierdie. Die babers het rarig waar groot koppe, betlei lekker. En hulle is vet, 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 vet. Gaan we een paar mooie foto's neem. Hierdie houtjie terug sit. Lekker man. Yes. Sommige voor mij. Hey, yo. Yes. Niet zo klein, maar nog een grote. Sy, nog een lekker baberkie. Moet nie dit doen nie, man. Sy, is nog 8 kilo visie. Lekker man, op die popper. Is die goeie area nou gekry. Kom ons vang nog een paar. Nog eenetjie. Weer een kleiner vis. Ik weet niet of jullie kan zien, maar Jet is ook aan de andere kant. Klein vis. Nog een lekker babakie. Mijn derde eentje voor die dag. Ja, ik was gaan vangen nog een. Ik was gaan krijgen ze opa. Dat is hij weer aan. Dat is een beetje stil voor een rukkie. Nou, daaraan weer aan met de vis. Weer aan. Twee gooi in een rij. Krij hulle nou in die baie, baie vlak water. Ja, een betre eindelijk snaaks. Kijk op wat oma. Quick release kan doen. Lekker kaapje op je loodkopjes. Terwijl die akkera klop die babers, doen ek bietjie dipping vir die kaaps. En ja, ek het nou my tweede visie op die kinsaas. En ek kijk die foto uit.
ons te zien. Voor ons te zien, stadig, stadig. Mens moet nog geduld hebben voor hierdie story. Kom mee. Hij gaat ook om, hij gaat ook om. Ja, hoe moet je niet zo'n klinkjes? Ah, sorry. Sy weer vast, voel soos een beetje beter vis, of is net een, ach, oh, is hy af, o nee, hier gaat hy nog. Ja, voel soos een beetje beter vis, so maar kyk, gewoon nie, hy is so groot he, so kleintje met een groot hart. Hij is niet zo groot, he. Dat is nog zo'n 6 kilo. Klomp van hulle in die omgeving. Ja, hulle sit 'n lekker fight op. Maar ons wil nou die toon afbreek. Dis ons mikpunt vir die res van die middag. Kom ons kyk hoe gaan dit. Sê. Pas. Hier een klinkje. Is hulle wat die blerrie poppers op la. Ook maar net goed. Ja, dat is pas weer, so in die slagwater. Oh, een kleintje. Pas. Ja, dat is goed met dat.
Wat alles fout met die ene. Kijk die ding hoor. Wat is in. Grijp hem graag aan mijn lip krik. Wat is dit? Kijk hoe leek hij. Cannibal. Die rede hoekom ons hierdie area prop, die is klaar om karps op die kant, wat hier so tuil. Ons kan hulle ook teiken, maar ons wil nou eerder vir groot babers gaan. Maar hulle tuil hier in die vlakte, klompie van hulle so op die banke op. En die babers kom jag hulle later in die dag. Swem hulle weg. Dis 'n groot vis, jong. Jong, hy pak klei snaaks. Wat gebeur hier? Ja, samtoek. Of hy is in een bos in. Nee, ja. Ja, so mooi vis, jong. Ja. Oké, nog een mooie baber. Eerst gedink is een kleiner dan een, maar het is zo klein nie. Jong, loop krip zo. Het gaan, jongen. Ik ben net hier die rem van vooraf, jongen. Lekker man, dat is een zekere 10. Ja, dat is een mooie. Je bent letterlijk op hem gegooid. Ja, oké. Dan mag je achter die trek uitkaken. Ik denk dat het 10. 10, ja. 10. Ja, right. Koop hem, man. Dat is hij. Nog een babertje van 10 kilo's. Ons is nou verlangst, was het baie stil gewees. Toen sê ek vir Jad, ons moet net aanbeweeg en ons moet sommer van die kant af gooi. Ons moet eers in die water ingaan nie. Die groot vis beweeg die tyd van die dag op die bank en so ons wil hulle nie steer nie. Ek het hom gegooi, letterlik op hom geval. Vat hy hom en dan sê hy, nog een mooi 10 kilo'kie. Weer vast, weer in die vlak water. Voel wees is nie te groot nie, maar lekker visie. Kijk, kijk, is een harde bokser. Release gedeelkie. Uit mense, soos die dag tot op einde kom, ons tyd hier by Babersspan is nou bezig om ook tot op einde te kom. Net gou met julle praat die techniek wat ons gebruik het vandag. Ons het letterlik, soos wat die water nou is, 'n windstil dag gehad. So ons het bietjie aangepas, ons het baie ligter gepop. Ons het weer een of twee poppies op 'n plek gegee, om kans gegee, vir die vis om hom op te tel. Maar rukkie gelos, net weer ligte poppies gegee. En, af wat hy my, al mis hy my. Net ligte poppies. En dit was baie effectief geweest. Baie kleiner vis. Baie klomp kleiner vis wat ons geplaai het. Maar ons het ons mooi, die mooie vis ook gekry. Kijk, raas hy by hom. Net weer een paar ligte poppies. Hy het nou weggeswem van hom af. Kom ons kyk of hy nog in die area is. Nie. Klein ligte poppie, al mis hy my, jo, kyk hy, daar was een groot vis, daar was een groot vis. Gaan maar net aan nou, popper is in die area, pop om weer twee ligte poppies. Weet nie hoekom hy daar nou gemis nie,
Wanger of die lijn niet al kan omgeraak het nie. Kon dalk 'n groot karp ook gewees het. Die is klomp karps in die vlakwater. Paar ligte poppies, kyk hoe draai hulle daar achter, maar ek dink dis karps. En met die popper genoeg kans gee vir die vis om in te kom. Draai die babers daar nou so in toe gooi. Gaan kyk ons. Letterlik net nadat ek die GoPro afgesit het en ek is hier aan met 'n dikke. Ja, dis weer 'n mooi vis. Ja. So jammer ons het nou die, hy het nou mooi gevat. Hier's 'n dikke. Hier's 'n dik vis. Kyk of ons omgegoek in land. Die groot vis is definitief nou in die vlak water. Dit is ook verduidelik. Hierdie is 'n groot vis. Hierdie is 'n groot vis. Ja, en die kom tjom. Ja, hierdie is 'n mooi vis hoor. Ja, hy kan hard op beklei, maar het voel soos 'n mooi vis. Kom tjoma, jy moet kom met die lipkrip. Het is rarig waar 'n mooi vis die. Om teen die kant gevang, letterlik. Ek het nog verduidelik, nadat hy hom 'n paar keer gemis het, direk daarna toe sit ek die GoPro af, toe vat hy hom, en hy het rarig waar om te spoed weggetrek. En dit voel soos 'n billetjie. Ek kon hom nog nie sien nie. Hier kom hy nou, ek gaan hy weer draai. Hy is test hier die tackle van my. Ah, gaat hy weer. Tjong, was die lipkrip? Ok. Hier is weer een ou vetie. Jo, nee, ons het rarig waar een paar baie mooie visse hierby. Wacht, 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 los hom. Kom hy. Ok, lip hom. Lip om. Ha, sy. Oh, briljant. Kom, meid. Hallo, meid. Hoeveel is hy? Kom, vat hem weg van die water af, tjong. Weer een mooi vis. Hy is ook seker hier by die 15-16. Het is onder die 16. Sy, yes, ons is bevoorreg. Right. Nog een, net so onder die 16 kilo's. Jo, what a day. Ek het letterlik op die GoPro mooi verduidelik hoe ons het doen. Hy het my twee keer gemis. Die eerste gedoog is oorspronkelijk is een kleiner vis. En net nadat ek die GoPro afgesit het, toe slaat hy my. So ons kon nog daarom een gedeelte van die fight gesien het. Maar ja, guys, jo, what a day. 2 14's, 16, 8 en 10 vandag gevang, saam met die 19 van gisteraand. Jo, what a day. Ons neem gou 'n paar foto's en dan is ons reg. Asse. Kry. Lekker man. Asse. Right, ek moet nou in die vlakwater gegooi. Hy het nou geval. Kyk hoe draai die baber daar agter. Ek hom laat val. Ek los hom net so bietjie. Ligte poppies. Kyk ons wat gebeur. Soms poppe kom een keer, soms gee ek hom twee vinnige poppe en dan los ek hom. Maar ek probeer die plek waar hy is, probeer ek hou.
Ja, kijk hoe draai die vis hier so. Dus karps en babers wat so draai in die vlak. Die barber het een unieke klank wat hulle maak as hulle bo kom. Soos vir die middag aangegaan het, die kleiner vis minder gebyt. Hey, vat hy, hy is weer een mooie. Ja, sien julle hoe effectief is die minder pop, of die klein poppies, omdat ons plat water hengel. Wonder of die een gevelhoek is. Ja, hy is so om sy mond gespin, is nie een groot vis nie, trek hom net op een zwaar manier in. Ok, weer vast, weer een kleiner vis, maar lekker. Hij is baie bezig nie. Pas hy, het is ook aan. Sien aan. Had nou iets by sy lijn nog gepla. Hey, hoe so in die karps weg is, soos die baber inkom. Hier een van die swit lijn nie, maar sal nou sien as hy op die vlak water kom. Ja, is lekker visie. Nou nog een van hy oppas nie. Maar allemaal is welkom. Jo, die stokkie in katrol. Rij van mij het gewerk vandaag hoor. Ja, gaan hulle moet replace, nie eens die service. Ja, hierdie lyk precies dieselfde as een van hulle. So. Goed om, lip. Pas. Pas, papas. Ja, zo'n zak. Nog een paar gooien gemaakt op pad terug naar de kiekboots toe. En hier is weer een lekker visie. Dat klei mooi in die vlakwater. Dankie voor die shower, chom. Het weer een mooi vis, joh. Daar is hy, nog een lekker barbertjie in die laatmiddag. Ons vang hulle in die vlakwater, die son sak, het gaan nou donker wees. Ja, hulle hou ons lekker bezig vir die dag. Hier is seker 8 kilo kie weer. Lekker, ons release om, vang ons nog gauw 20. Dit was dan die laaste vis wat ons op ons trip gevang het. Baie lekker trip gewees, baie mooi vis gekry. Baie dankie dat julle gekyk het. Ek hoop julle het die episode geniet. En vir die wat nog nie subscribe het nie, subscribe asseblief op die channel. Ons sal dit baie waardeer. En dan check ons julle op die volgende ene. En onthou, al wat julle moet doen is, vis.